Het openbaar vervoer in Rotterdam is weer op gang gekomen. Even na 2 uur hebben medewerkers van de RET de dienstregelingen weer hervat. Tussen 10 uur vanochtend en 2 uur vanmiddag werd actie gevoerd tegen de aanbestedingsplannen en de voornemens om te bezuinigen op het openbaar vervoer. Op een bijeenkomst in een remise in Feyenoord hadden zich honderden actievoerende RET'ers verzameld. Verkeersminister Schultz van Hagen kan vanaf januari boetes opleggen aan de NS en ProRail als de hoge snelheidstrein bij Lansingerland dan nog te veel geluidsoverlast veroorzaakt. Een advocaat van het ministerie heeft dat vanmorgen gezegd tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Bewoners uit Lansingerland eisten daarin dat de minister zal optreden tegen het lawaai van de flitstrein. De man die gisteren is doodgeschoten aan de schinnenbaan in de Beverwaard is een 27-jarige Rotterdammer. De politie is nog steeds op zoek naar de dader of daders van de schietpartij die gistermiddag rond 2:30 plaatsvond. Woensdag begint de dag zonnig, maar gaandeweg de dag gaan er wel stapelwolken ontstaan. Hoe verder naar het oosten, des te meer bewolking 's middags. Het blijft wel droog. En dat bij temperaturen van ongeveer een graad of 12, 13.